Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Marco, voor de mensen die jou nog niet kennen, stel jezelf even voor. Hallo, ik ben Marco Hopman, ik kom uit Eerbeek. Ik ben van beroep glazenwasser. Ik werk ook in de fabriek als magazijnmedewerker op de heftruck en dat soort dingen. Ik voetbal nu dit wordt mijn tweede seizoen hier. Vorig jaar in het tweede gevoetbald. Nu gaan we voor plek voor in één proberen te halen. Hoe ziet jouw voetbalcarrière er tot nu toe uit? Ik ben begonnen ooit bij een klein clubje bij ons in het dorp. Toen op een gegeven moment ben ik door Vitesse gescout en daar heb ik 3 seizoenen gevoetbald. Toen ben ik naar AGOV Vitesse gegaan. Daar heb ik tot eerste elftal meegedaan. Tot belofte elftal. Toen ging AGV failliet. Toen ben ik hierheen gegaan. Toen heb ik hier gevoetbald. En toen ben ik weer weg geweest en nu ben ik weer terug. Ja, zo'n beetje. Dat is het wel zo'n beetje. Nou, wou ik er wel voorlopig hier even blijven. Vorig jaar zei je al, ben je teruggekomen en toen ben je bij het tweede teruggekomen. Ja. Waarom heb je daar toen voor gekozen? Nou, ik had het jaar ervoor op een lager niveau gevoetbald. En ze zeiden, je mocht je wel bij één aansluiten. Maar toen heb ik zelf voor gekozen om eerst weer plezier ook in het voetbal te krijgen. En weer lekker op niveau te proberen te voetballen. Ja, dat is me goed bevallen. Het is goed gegaan. Dus ja, nu krijg ik een kans bij de voorbereiding bij één. Je hebt al eerder bij het tweede van Excelsior 31 gevoetbald. Ja. Toen kreeg je een zwaar ongeluk. Hoe zwaar was die periode voor je? Heel zwaar. Ik kon eerst 3 maanden heb ik ook toen niet meer gevoetbald. Ik kon eigenlijk niet zo heel veel meer. En nog steeds heb ik wel last van mijn rug. Dat is gewoon een stukje verschoven in mijn rug. Ja, en die litteken, ik voelde zelf niks van. Daar heb ik therapie voor gehad. Dus daar heb ik geen last meer van. Maar ja, toch was het wel heel zwaar. Ik heb eigenlijk gewoon toen meer dan een jaar bijna weggegooid. Ik heb toen pas de laatste maandje kon ik eindelijk weer een beetje invallen, een beetje voetballen. Dus eigenlijk was het gewoon een... Ja, het seizoen weggegooid. Dat was wel jammer. Hoe pak je jezelf dan weer op? Ja, dat kwam meer door jongens van de voetbal en door mijn vriendin. En mijn ouders en mijn schoonouders en zo. Die hebben me wel weer toe moeten sturen om te gaan voetballen. Eerst had ik er niet zo heel veel behoefte meer aan. Maar nu, de laatste tijd, heb ik er wel weer heel veel zin in. Op welke posities kun je uit de voeten? Op middenveld wel. Voorin kan ik wel. Ik heb ook al... periodes. Ik heb overal eigenlijk al wel gevoetbald. Maar het liefst speel ik gewoon aanvallen in middenvelden. Maar vorig jaar heb ik dan ook in de spits gespeeld en op 10. Ja, ik heb in mijn jeugd heb ik altijd aan de buitenkanten gevoetbald. Of voorin of achterin. Ja, het liefst middenveld aanvallend. Wat is jouw persoonlijke doelstelling voor dit seizoen? Dat is een goeie. Ja, eerst proberen om sowieso bij het elftal te komen. En naar voetballen te komen en dan zoveel mogelijk proberen te voetballen. En als het toch wel beter worden nog, dat kan altijd. Dus dat is wel mijn doelstelling. Welke meerwaarde heb jij in het veld voor het elftal? Nou, ik denk wel voor de diepgang. En ik vind zelf wel dat ik heel makkelijk kan scoren. En iemand anders heel makkelijk kan laten scoren. Dus ja, dat moet dan maar blijken of dat nu ook. Maar vorig jaar ging dat hartstikke goed. Dus ja. Dat is denk ik mijn meerwaarde, dat ik veel beweeg in vooruit, zeg maar, gezien. Dus ja, veel ruimte maken ook dus voor anderen. Dus dat moet dan maar blijken. We wensen jou heel veel succes. Ja, dankjewel. Deze video werd u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen.